Misschien ben ik wel de nieuwe trendsetter. Ik heb hier een foto en ik wil graag jullie mening weten over deze foto. En neem even de tijd en kijk ernaar en denk ook even aan wat de bedoeling is van de artiest die die foto heeft gemaakt. Wat wilde hij ermee zeggen? Hou me vast. En kijk de foto maar. En als je een idee hebt, spreek. Zo. Wel allemaal dieren die dood zijn die opgegeten worden. En de hond niet. En de hond niet. Nou, het is voer voor de hond. Kan de hond blijven leven? Maar of hij houdt van zijn eigen hond en maakt die andere honden dood. Of nee, andere honden. Dieren dood. Misschien bedoelt hij met dieren eigenlijk alleen zijn hond. Oh, nee, ik vind het niet grappig. Ik vind het zo zielig. Nee, dat vind ik niet kunnen. What the fuck, waar staat dit op? Hij heeft alle dieren op zich vermoord. Wat is dit? Alleen een hond, hij houdt alleen van honden. Want anders, waarom zou die andere die van honden vermoorden? Mijn mening, hoe kan ik hier een mening over geven? Dierenbul. Slaat nergens. Dierenbul? Ja. Wat zegt hij? Hij houdt van dieren, Ik hou van dieren, maar hij heeft beesten eromheen vermoord. Ja. Zie je ook wat voor beesten dit zijn? Ja, voor vlees. Houden jullie zelf van dieren? Ja, ik heb 2 honden. Ja, wel. Ja, ik heb geen huisdieren, maar... Je broertje. Nou, het is niet zo dat ik dieren haat zomaar. Ik wil ook geen huisdier in huis. Maar jullie zijn allemaal tegen dierenleed, in principe. Ja. Eigenlijk wel, ja. En eten jullie zelf vlees? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Wat doet je dan als je deze foto ziet? Wat denk je dan? Ja. Ja, ik kan er wel wat tegen doen, maar ik denk niet dat het stopt, want iedereen blijft vlees eten. Oké. Okay. Is dat een reden dan om daar... Kijk, je zegt het ene, maar je doet het ander. Ja, klopt. Ook al doet iemand anders dat, maakt dat iets uit? Ik denk niet dat het stopt, zeg maar. Dus als je ook al hoeveel je tegen dingen je tegen gaat doen. Ik denk, het ligt toch in de winkel en dan koop ik het. Anders bederft het. Ja, precies. Ja, dan is het zonde. Zie je dit als hypocriet? Dat hij zegt, ik hou van dieren, maar eigenlijk houdt hij alleen van honden. En liggen al de koeien daar? Even de koeien, de varkens, de kippen en dat soort dingen. Ik geloof ook niet dat hij van honden houdt. Hij houdt ook niet van honden, waarom niet? Nee. Hij staat er, die hond staat erbij en... Oh, het is nog maar wachten wat hij straks met die hond doet. Ja. Ik vind het echt zielig, man. Waarom eet jullie vlees? Proteïne. Ja. Is dat de enige bron waar je... Nee, zeker niet. Maar je eet het omdat het lekker is. En je gebruikt vlees bijna bij alles. Ja. Ook avondeten. Precies. Ja, klopt wel. Ja. Een deel cultuur dus ook, waarmee we opgevoed zijn en wat we aangeleerd hebben. En puur omdat het gewoon is en omdat het lekker is. Dat zijn eigenlijk jullie voornaamste redenen van het eten van vlees. Ja. Wisten jullie dat de Wereldgezondheidsorganisatie vorig jaar heeft gezegd dat rood vlees en bewerkt vlees op dezelfde lijst, op dezelfde hoogte staan als roken en asbestos qua kankerverwekkende middelen? En dat komt voornamelijk omdat ons lichaam is niet per definitie gemaakt om vlees te eten. Onze dikke darm is veel langer dan dat van een carnivore of een omnivore bijvoorbeeld. En omdat die veel langer is, blijft het vlees veel langer in ons lichaam zitten. Waardoor het dus verkeerde dingen. Precies, waardoor het dus ook heel lang blijft rotten en heel slecht is voor ons lichaam eigenlijk. Ja. En je zei zelf al, je kan het proteïne, eiwitten uit andere bronnen halen. Weet je ook welke bronnen? Ei. Dat is geen vlees. Verstaan we vis ook onder vlees of niet? Jawel. Ja. Ja, oké. Okay. Waar nog meer uit? Geen idee. Wisten jullie dat eigenlijk alles eiwitten bevat? Zelfs groente en fruit? Ja, maar dan in mindere mate. Oké, dus je bent dan bang voor een tekort aan eiwitten? Ja. Hoeveel eiwitten heb je dan nodig per dag? Nou, als je een beetje sport, 110 gram. 110 gram eiwitten? Ja. Nou, eigenlijk is het ongeveer gemiddeld 0,8 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht dat je hebt. Zie je? Ja, per kilo dus lichaamsgewicht. Dan moet ik sowieso 80 hebben. Dan moet ik sowieso 80 hebben. En als je goed sport, dan moet je nog een extra hebben. Ik heb het gewoon opgezocht, hoor. Oké, dus jullie zijn, neem ik aan, tegen dierenleed. Jullie houden van dieren. Ja. Aan jullie reactie te zien. Ja. Oké. Zijn jullie veganistisch? Nee. Eet jullie vlees? Ik eet eigenlijk alleen maar kip. Oh, alleen maar kip. Oké. Ja. En jij? Alles. Het liefst. Nou ja, varkensvlees. Dat is het eigenlijk wel. Oké, en als je daar zo dan over nadenkt, na het zien van deze foto.
wat denk je dan? Ja, dat zie wij, jezelf dat er niet. Wij ook, dit zijn we eigenlijk. Dit zijn wij hetzelfde. Als je per definitie geen vlees nodig hebt voor je gezondheid, is het dan niet per definitie dierenleed om vlees te consumeren? Dat zou kunnen. Ja, pardon. Dat zou kunnen, maar ik weet niet. Ja, dan kom je weer bij het feit dat het is er en je eet het. En het is lekker. Ik denk dat iedereen dat wel vindt. En is smaak dan belangrijker dan het leven van een ander? Ja, heel leuk. Dat is lastig. Zijn er dingen waar jullie überhaupt over nagedacht hebben ooit? Qua ethics en qua dingen? Want jullie morele liggen wel heel erg in lijn met ik hou van dieren en ik wil geen dierenleed en dat soort dingen. Maar er is zo'n grote disconnect tussen het vlees wat in de supermarkt klaar ligt voor jou om te kopen en om te eten en wat er allemaal achter de schermen gebeurt en wat een dier moet doorstaan. Ja. Ik weet niet, het ligt eraan wat voor dier dan wordt geslacht. Als je echt precies wordt gefokt om geslacht te worden, dan is het wel erg. Maar als het zeg maar uit ouderdom of... Ja, precies. Nou, uit ouderdom zou ik zo niet gaan eten. Nee, maar als het dier gewoon een goed leven heeft gehad, dan is het minder erg dan dat hij wordt gefokt en in een... Ja, maar dan kom je niet aan de drempelwaarde. Dan eet je te weinig vlees. En is het drempelwaarde? Wat bedoel je met drempelwaarde? Nou, iedereen die denkt vlees nodig te hebben en die gaat het dan ook eten. En er is gewoon vlees nodig. En ja, ze kunnen er superveel winst op maken. Nou, superveel. Ja. De supermarkten wel, maar... De vleesmakers niet echt meer. Ja, subsidies en dat soort dingen dat vooral. Soort dingen, ja. Ja, drempelwaarde. Ja, het moet er gewoon zijn. Het is de mens die wil het en de markt geeft het. En wat denk je erover? Als je daar zo, wat voor gevoelens maakt dat bij je los? Als je dat dan ziet en er nu een beetje over nadenkt. Nou, ik vind dat wij nu eigenlijk ook een dierenbul zijn. Ja, maar ik blijf je het eten. Ja. Ja. En waarom is dat? Het is lekker. Maar je hebt het nodig. Je hebt het nodig. Gezondheidsredenen? Nou ja, je hebt ook vlees nodig gewoon. Dat is wel waar, inderdaad. Waarom hebben we vlees nodig? Kijk, bij mij is, als ik bijvoorbeeld varkensvlees of zo eet, ik eet misschien één stukje en dan heb ik er eigenlijk al geen zin meer in. Maar ik moet het blijven eten dan van mijn ouders, van ja, je moet het opeten. Maar zelf wil ik het eigenlijk niet. Ja, oké. Okay. En waarom moet je het eten dan? Wat is de gezondheidsredenen? Nou, weet je dat? Nee. Ze maken het klaar. Dat moet, je moet gewoon eten? Ja. Okay, heb je ooit gehoord van veganisten in het algemeen? Ja. Weet je dat? Ja, gewoon. Nou, ze eten. Ja, maar sommigen doen echt heel hard. Die gaan ook geen leren schoenen en zo dragen en al die shit. Ja, oké. Okay. Maar dat doe ik ook niet. Het is allemaal nep wat ik draag. Ja, precies. En waarom is dat? Nou, ik weet niet. Je hoort verhalen van dat mensen dieren doodmaken en dan hun vel afgaan. Ik vind dat gewoon zo zielig. Ja. En soms ook nog levend. Ik had zo'n filmpje gezien van Evelien toen. Die had toen zo'n filmpje laten zien van zo'n konijn. Die werd gewoon levend gewoon ontveld of zo. Ik vond het zo zielig. Ja, dat, ik dacht, dat ga ik niet. Dat is toch zielig. Ja, nee, gruwelijke bedoelingen. Er zijn telkens meer topsporters ook die veganistisch gaan leven. Dus die eigenlijk wel bewijzen dat... Er is zelfs een sterkste man, Patrick Bohemian heet hij, geloof ik. Een Duitser. Ja. Die heeft ook het wereldrecord met een aantal sterkste man van de wereld dingen. En die is ook veganist. Dus in principe... Gezondheid heeft het dan niet te maken. Nee, en... Voor gezondheid is het zelfs vaak slechter dan dat het goed is. Natuurlijk zitten er goede dingen in. Maar uiteindelijk het totaalpakket, het cholesterol wat erin zit en dat soort dingen. Uiteindelijk, ons lichaam is niet gemaakt om vlees te verteren. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorig jaar uitgeroepen dat vlees, met name rood vlees en bewerkt vlees, op dezelfde kankerverwekkende lijst staat als asbestos en sigaretten. Oh, dat vind ik wel verrassend. Ja, dat is ja, dus als je dit dan hoort, doet dat iets met je? Ja. Nou, het doet niks met me, maar het verrast me gewoon. Dat het met kanker en zo heeft te maken. Ja, dat had ik niet verwacht. Want jij verwacht het eigenlijk alleen maar of het zit in de familie of het is met roken. Ja, het is meestal, het zit in de familie, dus je hebt de kans dat je kan krijgen, maar als je... Maar in de opa die heeft het dan gehad, maar verder, ik denk niet dat ik het dan zelf krijg eigenlijk, helemaal niet met het eten en zo. Ook als het ten koste gaat van onze aarde, waar wij op leven? Nou, maar ben je bewust van het feit dat de hele bio-industrie verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de opwarming van de aarde? Ja, maar dan ga je denken, als al die koeien nou
door blijven groeien en ze gaan niet dood. En je superveel CO2-uitgassen. Uitlaatgassen. Ja, absoluut. Maar dat komt omdat wij in zo'n grote kwantiteit die beesten zijn gaan fokken. En niet iedereen in de wereld zal per direct of per vandaag stoppen met het eten van vlees. Dat zal een productie zijn dat je zegt zelf, het gaat niet per van de ene dag op de andere dag stoppen. Nee, maar het is wel een geleidelijk proces. Wist je dat elke euro die jij betaalt in de supermarkt, in een restaurant of waar dan ook maar, daar baseren zij hun menu op. Dus of hun productie of hun levering of hun... wat dan ook. Eigenlijk is degene die dit hele systeem veroorzaakt meer de consument dan de boer zelf. Dus hoe meer vlees jullie gaan eten, hoe meer vlees er geproduceerd gaat worden. Maar dat komt omdat de markt... Het ligt in de schappen. Dan ga je niet denken, ik ga het niet kopen omdat het dan morgen niet meer in de schappen zou liggen of minder in de schappen zou liggen. Maar stel iedereen doet dat. Ja. Veel, nou, wist je dat over de afgelopen jaren, bijvoorbeeld in Engeland, in Nederland heb ik die statistieken nog niet bekeken, maar in Engeland bijvoorbeeld zijn er in de afgelopen 3 jaar duizenden melkboeren hun deuren gaan sluiten. Gewoon puur om het feit dat de melkconsumptie minder en minder en minder wordt. Omdat mensen ook bewust worden van de gezondheidsaspecten van het drinken van melk, de ethische kant van het drinken van melk, want de vleesindustrie is gruwelijk, maar de melkindustrie is nog 10 keer erger. Maar zou de economie er dan niet onder gaan leiden? Op het moment dat dat zou gebeuren, zouden er toch andere plaatsvervangende producten komen die dat alsnog gaan doen? Zeker, maar dan zit er weer een... Ik denk dat het dan 15 jaar gaat duren voordat je het er weer uitgehaald hebt. Want je moet die andere producten moeten gemaakt worden. Er zitten andere aanschafkosten aan en al dat soort dingen. Dus dan zit je al gauw 20 jaar verder. Oké, maar... En wat... over 20 jaar is de aarde al... Hup. I don't think it's quite good only satisfy our palate, because you know, everybody can do something on the